Tje, ja, de scouting is superleuk om te doen. Of, nou ja, dat denk ik tenminste. Rens, wat doe je eigenlijk bij de scouting? Vogelhuisjes maken. Vogelhuisjes maken. Dromenvangers maken. Dromenvangers? En buitenspelen. Oh, en wat zijn dat eigenlijk daar op je shirt? Dit zijn insignes. Oh, insignes? Hoe krijg je die insignes? Als je 3 weken lang goed proefjes doet, ja? Dan krijg je een insigne. Oh, wat leuk zeg. Maar wacht eens even. Wat doen jullie dan als het regent? Dan gaan we hutten bouwen. Hutten bouwen? Nou ja, het is nu gelukkig lekker weer en het gaat niet regenen. Oh, het gaat regenen, Rens. Zullen we een hut gaan bouwen? Ja. Misschien kunnen we dan ook zo'n insigne krijgen. Leuk, daar gaan we. Oké. Okay. Kunnen we die gebruiken? Ja. Oh, dat is een goede tak. Deze moet hier. Zet hem daar maar neer. Wauw, Rens is echt sterk, zeg. Hopelijk past deze hier. Wat kan jij goed hutten bouwen? Kijk, mannetje, ik ben al klaar. Zo snel. Oh, wauw. Wat een grote hut, zeg. Oh, ja, nu hebben we een insigne verdiend. Oh, wat is die mooi, zeg. Nou, Woezel en Pip, wij gaan lekker schuilen in de hut. Dag.